Ik was gefascineerd door taarten en chocolaterie. Doordat dat altijd afgewerkt is en dat je eigen creaties kan maken, is eigenlijk fantastisch. Ik wil zelf bakker worden, omdat mijn vader is zelfstandig als bakker. En zo wil ik de knepen van het vak leren via een bakkerschool. In de eerste graad leer je echt basisdingen. Een gewoon wit brood, een gewoon bruin brood, cakebeslag en een biscuitbeslag. In de tweede graad gaan we al heel meer uitwerken. Gaan we gerezen bladerdeeg maken, maar met de hand. We gaan zoveel mogelijk leren met de hand werken. Dat de jongens en meisjes leren hun deeg aanvoelen. Dan gaan we in de derde graad dan met de machine gaan kneden. Omdat je dan de tweede graad geleerd hebt met de hand kneden, dan kan je met de machine perfect aanvoelen hoe je moet werken daarmee. Ik vind broodbakken zeer leuk. Ik heb graag de controle over de deeg. Je moet de temperatuur in het oog houden en je moet een beetje het gevoel hebben van de deeg. Onze leerlingen uit de bakkerijafdeling die krijgen heel vaak praktijk. Om die praktijk toch een beetje te linken aan de bedrijfswereld, krijgen wij heel vaak opdrachten van externen. Dat gaat van dessertbuffetten tot werken voor een tentoonstelling. Wij doen ook heel vaak mee aan wedstrijden, wat uiteraard een extra grote meerwaarde betekent voor de leerlingen zelf. Daarin kunnen ze hun creativiteit kwijt, als ook het leren werken naar opdrachten toe. Daar moeten ze toch wel een tand bij steken, omdat die productiviteit toch heel wat hoger ligt. Ik vond de bakkerstijl eigenlijk heel leuk om te doen. Het is ook altijd iets nieuws dat je kan doen. Het is nooit helemaal hetzelfde dat je moet maken. Het leukste vind ik eigenlijk als je thuis komt met iets dat je gemaakt hebt, zo bijvoorbeeld een taart of zo, dat je ouders zeggen dat het lekker is en dat ze interesse tonen in hetgeen dat je gemaakt hebt. Stage is zeer plezant. Waarom? Ze mogen eerst en vooral zelf de stageplaats kiezen. En ten tweede, die schoolse druk is er wat vanaf. Het is echt een werkelijke situatie dat je met je stagegever moet uitvoeren. Hier in Sol hebben we een eigen bakkerij. We mogen hier van alles doen. We leren zelfs heel veel bij. De broodsoorten leren kennen en allemaal. En de taartjes. Dat voelen van die dier, dat meewelt, dat niet scheurt, dat je goede resultaten haalt, dat is toch geestig. Bon, moet dat ik heb bekeken. Die jonge gast moet dat niet aan het werken als ze zeker aan, als ze ons rood een schone frank verdienen.